ontzettend.
Zit nu vastgeplakt. En nu wil ik hier nog een vakje maken om in te schrijven. En ik wil hier een vakje maken om in te schrijven. Dus dan pak ik even... Nee, ik pak niet mijn liniaal. Ik ga het gewoon uit de hand doen. Dan wordt het maar niet zo netjes. Ik heb altijd de neiging om alles zo perfect te doen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Zo zie je goed het verschil tussen de twee pennen. Zo zie je dat die een wat dikker is en de ander wat dunner. Nou, zoals je ziet is het een beetje hobbel de bobbel. Voorheen deed ik dat dus altijd met een liniaal. Zo perfect doen. Alles gaat altijd zo op elkaar lijken als het allemaal zo perfect is. En met dit niet. En ik doe altijd maar wat. Wat er in me opkomt. Dat doe ik gewoon. Zo. Dus ik kan hier schrijven.
dezelfde pen nog een dun randje omheen. En wat zal ik hier schrijven? Idee.
verschillende soorten. Een beetje meer met een punt en een rondere. Ik wil hier ook nog een paperclip. Zo. Washi-tapejes aan de slag. Even denken. Ik heb zoveel verschillende. Volgens mij zijn ze van mij allemaal van de Action vandaan ook. Deze is ook wel leuk bloemig. Ik denk dat ik die ga doen. Washi-tapejes in verschillende diktes. Zoals deze is weer een stuk dunner. En deze zit er een beetje tussenin. Deze is roze met rosé. Dat is ook heel mooi. Het is altijd een beetje zoeken.
opschrijven. Nu doe ik dat allemaal nog in op losse papiertjes schrijven.